hele kunst. Dan de andere, Ineke. Ja, nou deze vind ik minder erg, omdat die niet zo heel omhoog gaat. We zijn er nog niet. Nee, het was 2,9 kilometer vanaf het begin dat jij bent gaan filmen. Ja. Dan komen we zo voorbij mijn favoriete plekje. Waar ik tijdens de wandelingen even ga zitten en even een momentje voor mezelf neem. En dat is hier. Oh nee, is nog iets hoger. Oh, het bord zegt stop. Ja. Het rijden. Hey, goedemorgen hoor. Goedemorgen Ineke. We gaan weer. We gaan weer. We gaan van deze camping weer goed zien. Dag zeggen. Doei Kees. Groetjes, Henny, doei doei. Dank je. Nou ja, we komen hier weer terug. Ik ben hier de tent eens even kwijt. Oh. Dit zijn er niet. Ze zijn aan het opruimen. Nou, wat gaan we eerst doen? Ja, we gaan eerst even boodschappen doen. Ja. Hoe heet dat met z'n rond? Dat is kamp bij de Lidl. Oh, gezellig. Doei doei! Zullen we doen? Ja. We gaan dus. Het is zaterdag, hè? Dus het zal wel druk zijn. Het is druk, hè? Oh ja, brood moeten we hebben. Sowieso brood. Ja. Maar we gaan boodschappen doen. Moeten we ook wat lekkers meenemen voor de lunch? Want het wordt alweer laat. Ja, het wordt alweer laat. Nou, laten we wat lekkers meenemen. Wat heb je gepakt, Ineke? Napolitana, nog wat. Voor de lunch. Lekker hoor. Welke ga je nemen? Ik denk... Ik zou die doen als ik wil. Ja, waar staat die weer? Ja. Dan doen we deze. Zo. Wow. Zwaar brood. Zwaar brood. Zware maaltijd dus. Daar is iets. Hier rechts en dan meteen links. Kijk, daar is Ineke. Heb je de koffiemelk al gehad? Ja, ik heb er al drie. Drie gepakt. Oké, graag de kaas. En deze. Ja? Ja. Nou, niet veel. Moeten we nog wat drinken hebben? Ja. Drinken, oké. Dan gaan we naar de drinken. Hola. Hola. €47,93. Zoveel? Ja. Zo, we hebben boodschappen gedaan. We zijn kwetteren met z'n rond weer uit. Een mooi uitzicht. Het is alleen wat winderig. Ja, het is wat winderig, ja. Maar je kan niet echt zeggen waar de wind nou vandaan komt. Nu van de zijkant. Van, okay. Ja, een beetje van achteren links. We zijn gearriveerd. Even rustig kijken hoe we de beste in kunnen rijden. Ik weet niet waar plekje 1 is. Hier vooraan. Jannie en Klaas. Oh nou, kom naar achteren. Beetje donkere plek dit. Nou, we vertrekken weer van deze camperplek. Kanja. We hebben niet zoveel gefilmd omdat we bij Jannie en Klaas hebben gebarbecued. Ja. En nu gaan zij naar La Ermita. Ja. En wij gaan naar Campingpark Carboneras. Carboneras. Oké. Okay. Nou, hier hebben we een beetje oponthoud. Ik zag 1 minuut 50. Oh, ik dacht dat je wilde gaan zeggen, ik zag 2 beren broodjes smeren. Ja, die zie ik niet. Jij wel? Nee, die zie ik ook niet. Het is best wel als jij die ziet.
Nee, die zie ik zeker niet. Nou, het is alweer voorbij. Ja. We hebben wat regen onderweg gehad, hè, schat? Ja, het is nu weer droog. Ja. Nou, kom maar. Vindt het wel. Moest per se inhalen. Goed zo. Ga je doen hoor. Koffie zetten. Ja, we zijn even gestopt. Ja, even een koffiepauze. Plaspauze. Plas en koffiepauze. Ja. Oh, ik zou je niet verbeteren. Verbeter je ja, steeds, maar je doet het toch steeds. Ik hoor het niet eens. Hoor je het niet meer? Nee, na 40 jaar hoor ik dat niet meer, schat. Oké. Ga maar lekker koffie zetten. Maar ik ga het wel proberen af te leren, want ik vind het wel een beetje irritant. Ja. Kijk, dat wij leuke interactie hebben, dat is nog wat benauwd, maar... Verbeteren moet ik niet. Nee. Ik knoei altijd, Ineke. Ja, dat zie ik ook niet meer. Oh, zie je dat ook niet meer? Nou, het is maar het is gewoon water hoor. Oké. Zo. Over 400 meter en je arriveert op je bestemming. Nou, we zijn er bijna. Ik ben benieuwd. Ik ook. Toch? Zeker. Het is aan de rechterkant zo te zien. Dus ja. Ik denk dat we hier rechtsaf moeten zijn. Na 200 meter bestemming bereikt. Nee, dat is El Rancho, daar moeten we niet naartoe. Camperpark El Rancho. Die moeten we niet hebben. Het is aan de linkerkant. Maar dan is het hier. Je bent gearriveerd. Weet je door het hek kan of dat je... En jetzt... Even stop. Zo Ineke, waar zijn we nu? Oh, Carboneras. Ja, op. Een camperplaats. Camperpark Carboneras, ja. Ja. Ja, het is echt wel een park. En we zijn omringd door? Duitsers. Mag Fransen. Ik hardop zeggen, Duitsers en ja, Fransen. Tuurlijk. We hebben nog geen Nederlander gezien. Ja, wel gesproken. Wel gesproken. Die hadden we al onderweg ergens gezien. Ja. Maar waar we nu staan is Duitsland en Frankrijk. Ja. En wij dan één Nederlander. Nou, op zich een mooi plekje. We staan, een leuk plekje. Kijk, daar hebben we Ineke weer. Ja, prima toch? Prima. Hier blijven we... Hoe leuk het is. Hoe leuk het is. Kom maar, we niet op blokken. Nee, we staan hartstikke recht. Ja. Moet er alleen straks wel weer een keertje uit, maar dat gaat wel. Zo Ineke. Ja, zo Onno. Zo Onno. Gaan we even wandelen over de camper. Ja. Volgens mij douches, toiletjes. Niet om af te wassen. Niet om af te wassen, het ziet er netjes uit. Ach, wc. Wc. En dit? Hier een wc. Dit is niks. Dit is niks, een kast. Toilet. En hier heb je opslag. Oh nee. Bibliotheek, library en zo. En dan kom je bij het achtergedeelte van de camping uit. Nou, dan gaan we zo even filmen. Wat zeg je, Ineke? Hier zijn twee douches. Ja. En als je gaat douchen, dan doe je toch deze deur op slot. Oké. Dus kunnen we samen douchen? Ja, of alleen. En als er dan een ander wil douchen, dan is het jammer. Ja. De zij-ingang voor het achterste gedeelte van de camperplaats. En hier kom je bij waar wij staan. Weer uit. Maar ja, de op te nemen is. Ja, die zouden wij nog wel kunnen doen, denk ik. Kijk, en heb je links hier heb je de afwas, volgens mij. De afwasplek. Maar... Hier. Ik weet niet of dat warm water is. En dit is de ingang en de receptie. Area de servicio para autocaravana. Oh, en dit is volle bak. Is daar onze camper. En
fantastisch weer weer. Ja, dus prachtig, hè? Ja. Het had wat voeten in aarde in. Ja. Voordat we rugtassen, jouw fietstassen. De gesp die zat onder de bagage dragen. En die zat weer tussen de accu. Ja. Dus dat was even lastig. En dan zat die goed vast, dus dat moesten we even herstellen. We gaan naar Carboneras Centrum, Boulevard, stadje, weet ik veel. Dat zien we wel. Ja, maar nu met de auto. Ineke is aan het navigeren en is nu met de auto, hoor ik. Maar we zijn op de fiets echt. En dan gaan we even langs de boulevard kijken. Okay. En dan boodschappen doen bij de Mercadona. Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn aangekomen bij de boulevard van Carboneras. En bij het strand en de zee. Het ziet er leuk uit, maar het is hier uitgestorven. Stil. Oh, oh. Maar wat wou je zeggen, Ineke? We zijn nu in het centrum nog steeds van Carboneras. Aan de boulevard. Bijna, maar bij de boulevard. Zeg je? Aan de boulevard. Ja, oost, dat zei je, ja. Ja. Nee, het was een beetje stil en eigenlijk was er één restaurant van een hotel was open. Dus we zitten nu hier. We gaan een koppetje koffie drinken. Een koffietje. Een koffietje. En dan gaan we boodschappen doen bij de Mercadona. Kijk daar, Ineke. Ik zie alleen de hoofd. Hallo. We gaan weer even naar het centrum. Oh, volgens mij staan de fietsen op slot. Ja. En de camper nog niet. Dan komt dat goed uit, want dan kunnen we nog even de camper in. Want we moeten nog de fietssleuteltjes pakken. Zo, en die weet iedere dief waar de fietssleuteltjes liggen. Alsof je onze fietsen zou willen stelen. Zo, mijn fiets. Die op slot. Een zakje, ook mee. Wat zeg je, Ineke? Je zakje moet mee. Ja. Ineke, de zakje moet nog mee. Ik weet niet waar dat is. Ik ook niet. Het zal wel aan het begin zijn ergens. Oké, we gaan fietsen en vuil weggooien en boodschappen doen. En... Zo Ineke, daar zijn we weer aan het strand. Zo, daar zijn we weer. Zo, daar zijn we weer. En het is warm. Ja, ze waait gelukkig niet meer zo. Nee, zeker niet. Dus kijk eens wat een kalme zee. Ja. Dat is het zeker. We gaan even naar de toren fietsen. Ja. Ja? Naar wat jij had ingesteld. Ja. Oké dan. Okido. Torre del Rayo. Torre del Rayo. Oh. Zo, bergje op. Bergje af. Bergje af. Dan moeten we nog heen. Daar komt die auto al vandaan. Dan moeten we nog naartoe straks. Maar ja. Kijk eens wat vrolijke letters. Carboneras. En we moeten nog een stukje berg op. Ja. Een stukje klommen op de weg. Naar beneden hard en naar weer omhoog hard straks. Ja, dan wordt afzien terug. Afzien terug, hè. En daar wilden we eigenlijk naartoe, maar dat is iets te veel van het goede. Maar goed, we zijn er wel. Het is wel mooi hierin. Ja. Zou daar een paadje langs om te fietsen zijn? Nou, we kunnen hier met de fiets naar beneden, maar dan moet je lopend omhoog. En dan valt mijn oog op wat. Ten eerste het pad. Dat is netjes aangelegd met stenen aan de zijkant. En dit is een hele stenen dorp, zo te zien.